Ja, we sluiten aan. Mijn hart breekt als kinderen geen kind kunnen zijn. Spelen met andere kinderen, gaan zwemmen, naar verjaardagsfeestjes gaan. Zelfs knutselen en muziek volgen in de klas. Kinderen als Jaro missen eigenlijk heel veel. Dus daarom ben ik wel blij dat er zoiets is als Bednet. En daarvoor is die extra inspanning die ik moet doen absoluut geen moeite. Brieven op de bank en boekentasjes in de gang. Voilà, daar is Jaro. Zeg, mannen, wat zeggen wij? Dag Jaro! Goedemorgen! Hallo. Hallo, hoor je ons goed? Ja, dat is goed hoor. Goed, de eerste mannen. Zet de rij voort. 28, 30, 32. Wat is het getalletje dat daar volgt? Het zijn twee blaadjes Jaro die eraan komen. Oké. Ik probeer Jaro gewoon te behandelen zoals de rest van de kinderen. En me gewoon mee te laten volgen. Alle boeken, alle blaadjes heeft hij thuis of worden ingescand. Dus hij kan volledig volgen. Die is eigenlijk helemaal geïntegreerd in het klasgebeuren. Jaro, weet jij wat er voor de 40 moet komen? Heel goed, Jaro. 35, knap. Ik kan natuurlijk bij Jaro niet langs gaan om te kijken hoe hij het aan het doen is in zijn werkboek en zo. Dus ja, vraagt het van mij een beetje meer aanpassing om te vragen van hoe gaat het en dat hij al af heeft en hoe ver dat hij staat en zo. Al 5 kindjes klaar, keigoed. Zullen we eventjes dansen? Ja! Jaro, dans jij mee met ons? Ja. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, tummy, lucky gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, tummy, lucky gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Als ik zie dat Jaro contact heeft met zijn vriendjes, al is het maar via de computer, dat maakt hij gelukkig en dat maakt ook mij gelukkig en ook de kinderen in de klas. Jaro is misschien wel ziek, maar ik probeer als leerkracht Jaro toch wel klaar te stomen nu op korte termijn voor het derde leerjaar. Maar ook voor moest hij ooit sterk genoeg zijn om toch het onderwijs terug te volgen in de klas. Dat hij daar wel, dat hij zich gewoon kan integreren in het klasgebeuren en dat hij daar klaar voor is. Jaro, dan zien we jou zo terug naar de speeltijd. Goed? Ja.